Hoi. Ja, als de fans van Victor zijn, sorry dat je het met mij moet doen. Maar goed, hij zit in het ziekenhuis met zijn moeder. Het gaat altijd voor natuurlijk. Maar goed, we kennen elkaar goed en we hebben samen een onderzoeksinstituut opgericht. Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Vulnerability Disclosure, Coordinated Vulnerability Disclosure of Responsible Disclosure. Wie heeft nog nooit van die termen gehoord? Ah, één iemand. Nou ja, goed. Er zijn dus hackers die continu zoeken in systemen naar kwetsbaarheden en die denken van, goh, als ik erin kan, een boef ook. En die melden dat dan bij jullie. Van, hey, moet je fixen. Nou, er zitten hier allemaal IT'ers. Wie heeft er wel eens een melding gehad van een hacker? Ja, aardig wat, hè? Nou, het gedoetje. Dan denk je, meestal vrijdagmiddag en zo. En dan gaat iemand, ja, dan moet je dat en dat fixen, anders vergaat de wereld. En dan denk je, ja, kom nog wel. Een week later ben je het vergeten en ineens komt het in de media. Dat kan gebeuren en zo. Of je wilt wel oppakken en dan zegt een collega, ja, maar dan moeten we die applicatie gaan uitfaceren. Wacht er nog even mee. Of wat denken ze wel niet? Stuur het door naar legal. Het is vaak heel veel gezeik. En nou ja, sowieso security congres, het is altijd een hoop ellende. Hè? We hebben vandaag al aardig wat ellende over je heen gehad. Niks is 100% veilig. Uiteindelijk is het altijd wel te hacken. Dan komen Rick en Wes, dan hebben ze hard je best gedaan. En dan gooien ze alsnog de boel om. Kortom, cyberellende. Ik draai een tijdje mee in de cyberellende. En wat ik gemerkt heb, is dat als je met zo'n doemverhaal komt van alles is te hacken, alles gaat kapot, dat vinden mensen niet leuk. Hè? Ze willen graag een handelingsperspectief. Ze willen graag een goed verhaal, iets waar je wat mee kan. Dus daarom, om jullie een beetje toch een goed gevoel te geven bij cyberellende, mijn verhaal van vandaag heet... Doe eens even. Nee, deed straks ook al niet. Techniek! Hallo? Hey, yo! Kom eens even. Jij weet het ook niet. Je bent van Tweakers, toch? Lekker dan. Nou, hij klikt hier wel door en daar niet. Als jullie even knul van techniek roepen, ga ik ondertussen even door. Ja, is die er al? Nee joh, daarnet stonden we al even te klooien. Weet je wat hier gebeurt? Dan hebben ze dus een nieuwe verbinding tussen mijn laptop en dat ding daar. Nou, ik heb zo'n allernieuwste Mac en die koop je omdat je weet, plug and play. Top, gaat nooit verkeerd. Dat allernieuwste ding, die scant dus meteen alle content of er iets tussen zit wat copyrighted material is. En dan blokkeert hij. Dus dan heeft hij net een kwartier lang heeft geprobeerd die security te bypassen. Nou, vervolgens ging mijn laptop alle kanten op en zo. En nou ja, uiteindelijk dan toch maar met een USB-stickje overgezet. Oh, er is die van de techniek. Hey, kom eens even terug. Ja, die loopt meteen weer weg. Nou, lekker fixen dan. Oh ja, hij doet het ineens. Nou ja, de titel is al verklapt. Cyberland was nog nooit zo leuk. Nou, eigenlijk was Cyberland nog nooit zo vervelend als nu. Maar dat is dus mijn verhaal voor vandaag aan jullie. Dat ga ik doen aan de hand van deze 6 proefballonnetjes. 1. Hacken is dus toegestaan. Feitelijk pleeg je computervredebreuk. Maar als je het op een goede manier doet, mag dat zomaar. 2. Informatiebeveiliging is een open wereld. Dat zou je niet verwachten. Het draait om geheimen. Nee, het is eigenlijk heel open. Iedereen loopt heen en weer. Iedereen deelt van alles met elkaar. 3. De meest waardevolle kennis is gewoon gratis. Nou, voor jullie IT is natuurlijk ook wel leuk nieuws. Je hoeft niet altijd zo'n duur cybersecurity bedrijf in te huren. Je kan het zelf, want alles staat gewoon online. 5. is, je bent pas veilig als je goed gehackt bent. Nou, dat hebben we net wel kunnen zien, hè, met Rick en Wes. En om jullie aandacht een beetje vast te houden, deze dag eindigen met gratis taart voor iedereen. Ja, zijn we er klaar voor? Mooi. Nou, het leuke van cybersecurity is, iedere keer als je presentatie geeft, er staat die week wel iets in de krant of online waar je kan aanhaken. Het stemmen. Nou, iedere keer is het weer gezeik. Waarom kan dat niet gewoon elektronisch? Hè? Waarom moet dat met een papiertje? En dan hadden ze nu bedacht, nou, dan gaan we het wel met een papiertje doen. Dan is het veilig. Maar dan gaan we het wel elektronisch gaan we het scannen. Nou, dat is ook weer lek. Ellende. Maar dat komt dus dankzij deze mensen. Wij vertrouwen de stemcomputers niet. In 2006 begonnen ze daarmee. En die hadden dus een principieel punt van... als zo'n stemcomputer gehackt is... En er komt een rare uitslag uit... dan kun je dus nooit meer terug naar een soort origineel iets. Hè? In Amerika is dat gebeurd. En nou ja, we hadden niks op papier staan. Ja, dan zit je dus met zo'n oranje clown. Wij niet, omdat we altijd nog de papieren backup hebben. Dus als ineens Will Gilders aan de macht komt en mensen denken... hoe kan hij nou 98% van de stemmen hebben? Dan heb je altijd nog papier om naar terug te gaan.
Daarom hebben we dit. Dus hier zien we eigenlijk de eerste historische casus in Nederland van helpende hackers. Maar eigenlijk is dit wel de allerbelangrijkste zaak. Het is ook weer even geleden, 2008. De Radboud Universiteit, zit hier een paar mensen van de Radboud geloof ik. Die hadden het over chipkaart gereikt. Nou, lang verhaal kort. Deze twee nerds die vonden dat geweldig om te doen. Die hadden middels reverse engineering hadden ze het geheime crypto 1 algoritme achterhaald. Hoe doe je dat? Je koopt een leesapparaat, kun je gewoon online kopen, en een stapeltje over chipkaarten. Je steekt heel vaak in en uit. Hè? Dus je begint met één code van 0000001 en dan 00010 enzovoort enzovoort. En je kijkt wat eruit komt. Nou, toen had deze jongen bedacht, Roel Verduld, van ja, als we alle mogelijkheden willen testen, hij doet ongeveer 1,3 seconden over 44.000 jaar. Nou, zoveel tijd hebben we niet. Toen kwam Gerard Kans-Koning erachter, maar dit ding is helemaal niet zo random. Die random generator die heeft een soort loopje na 40 keer. Dus kunnen we terugbrengen tot 7 dagen. Jawel. En zo hebben zij dus dat geheime algoritme, wat dat kaartje in zich heeft, ontsleuteld. Want dat is leuk, want dat lezer die zegt van, hey, hier een elektromagnetisch signaal, 13,35 megahertz, dat weten jullie wel. Middels een spoeltje roept hij er een spanningje op. En dan zegt hij, oh, er zit een kaart in de buurt. Nou, en dan zegt hij, ja, wat voor kaart ben je dan? Ja, ik ben een MyFair Classic. Oh, nou, dat je een echte overchipkaart wil, dat wil ik wel even weten. Hier heb je een nummer. En als je dat goed versleutelt weer terugstuurt, dan kunnen we zaken doen. Nou, heb je dat algoritme? Kun je dus die kaart namaken en ja, overal in- en uitchecken. Is leuk natuurlijk. Echter, zei professor Jacobs, dat ding, dat wordt ook gebruikt als toegang bij ministeries en bij Defensie in de Tweede Kamer. Prompt AIVD op de stoep. Wat hebben jullie gedaan? Nou, dit en dat. Nou, knap jongens. Minister van Binnenlandse Zaken erbij. Grote rel en zo. Nou, die dingen uitfaceren. Beveiliging omhoog. En natuurlijk ook Philips /NXP kwam eraan. Want die maakt die dingen. Maar liefst een miljard stuks. Dus die zeiden, nou jongens, dankjewel voor dat onderzoek. Hartstikke goed gedaan, maar mondje dicht, hè? Nou, zei professor Jacobs, wij willen hierover gaan publiceren. We geven u een half jaar de tijd om dit te fixen en dan maken we het openbaar om de beveiliging te verbeteren. Wij vinden dit een responsible disclosure. En toen werd dat woord voor het eerst gebruikt. Nou, wat volgde was een rechtszaak. NXP die zei dus, van, nou, als jullie dit publiceren, last onder dwangsom, miljoen euro. Voor de universiteit, maar ook meneer Jacob zelf. De rechter ging er echter niet in mee. Die zei van, nou, deze mensen hebben dit gedaan met goede geweten. Hè, ze willen de beveiliging verbeteren. Feitelijk pleeg je wel computervredebreuk. Hè, wetboek van strafrecht, 138 AMB voor de juristen. Maar er staat iets groters op het spel. Het maatschappelijk belang van de veiligheid. En dan gaat het dus om de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van nieuwsgaring. Jullie zijn vrij van boete, jullie kunnen gaan. En dan denk je, nou, dat is leuk voor professor Jacobs en zijn club en die overchipkaart. Maar zoals het in Nederland werkt, heb je dus jurisprudentie. Dat als het één keer is gebeurd, mag het in de toekomst ook. En dat is belangrijk voor jullie IT'ers. En zeker voor de afdeling Legal, die dan straks bij jullie komt. Van, hé, we gaan die hacker pakken. Het mag dus, als je het netjes doet. En, nou ja, bedrijfsleven snapte dat ook wel. Hier zien we Marktplaats bijvoorbeeld. Pieter, alias Lego Steentje, die hadden ze ontdekt bij Marktplaats. Kun je dus in plaats van advertentie, kun je ook een stukje code erin zetten. Kikken, zetten die op Twitter. En daar reageerde Marktplaats dus wel netjes van, wij komen graag met je in contact, want wij hebben een Responsible Disclosure programma. Dus daar werd die term ook gebruikt, 2012. Nou, het gaat niet altijd even goed. Je zult denken, wat doet deze man hier, Henk? Henk is ook een hacker. Ja. Ik hoorde namelijk via een collega van, nou, ik was laatst bij mijn psychiater. En die ging online inloggen bij het zogenaamd Cyberlab van Diagnostiek voor U. Met een vijfcijferige code had hij gewoon een post-itje naar zijn scherm hangen. Zo, zeg ik, dat wil ik toch ook wel eens proberen. Dus die ging achter de computer zitten, 1, 2, 3, 4, 5 en potverdik, hij kwam erin. Ja, Cyberlab, uitslagen van bloed, urinetest, medicijngebruik zag je, maar ook drugs, SOA's. Dus Henkie die ging natuurlijk even lekker kijken of hij er zelf nog bij stond. Of een paar bekenden van hem, of wat ex-vriendjes en zo, en dat soort dingen. Nou, die vond hij niet, maar wel een paar andere mensen. Die had hij dus netjes uitgeprint, even doorgehaald wat de naam was. En belde dus Diagnostiek voor U van, hé, ik heb hem lek gevonden. Nou, zei dus, ja, dat is mooi, maar nu even niet. Kunt u morgen terugbellen? Henk meteen naar de media toe. Omroep Brabant kwam langs, keek mee, nog een keer inloggen, nog een keer die patiëntgegevens uitdraaien. Nou, u voelt hem aankomen. Een rechtszaak. Henk die dacht, daar kom ik wel mee weg. De overchipkaartgasten deden het ook. Hè? Zij waren onveilig en ik laat het alleen maar zien. En toen heeft de rechter er dus een aantal begrippen aan toegevoegd. Het is dus niet alleen in maatschappelijk belang dat je zoiets doet.
Maar je hebt ook het principe van subsidiariteit. Zou je niet hetzelfde ook kunnen doen met minder ingrijpende middelen? Dat moet je eigenlijk wel meteen naar de media. Kun je niet mensen iets meer tijd geven om het op te lossen? Hè? Een beetje achter de schermen, een beetje netjes. En proportionaliteit. Als je erin kunt, hoe vaak en hoeveel doe je dat dan? Kijk, als je één keer ergens binnenkomt als hacker en je maakt een screenshot van een directory of ik zou je in kunnen of een bureaublad of wat dan ook. Dat is genoeg om te laten zien, ik kan erin. Maar als je dan vervolgens allemaal patiëntgegevens gaat downloaden, dat is disproportioneel. Uiteindelijk wilde diagnostiek voor u 3 ton boete. Nou, dat werd 750, niet zoveel. Nou, Henkie wel een strafblad nu natuurlijk. En voor ons was dit als hackers een moment om te zien van ja, dit zijn dus de grenzen. Je mag dus hacken, als je het maar netjes doet. Dus hacken is toegestaan. Dat is mijn eerste proefballonnetje. Dat is aan de ene kant goed nieuws voor jullie. Er zijn dus heel veel mensen die dat doen. Maar aan de andere kant, als jullie bedrijf of opdrachtgever denken van nou, wij hebben hier helemaal geen zin in, je gaat naar de rechter toe. Small chance. Overheid snapt dat ook. Sinds 2013 hebben we de richtlijn om te komen tot responsible disclosure. Zo noemden ze dat toen. En dat is eigenlijk heel simpel. Bent u een organisatie met IT? Nou, dat zijn we er allemaal wel. Zorg ervoor dat je een meldpunt hebt waar hackers terecht kunnen. Daar kun je ook de regels afspreken met elkaar. Als je iets vindt, meld het bij ons, als het van ons is. Niet bij je matties of online of al dat soort dingen. Ga niet verder dan strikt noodzakelijk is. Ga niet te veel persoonlijke data downloaden. Ga er geen achterdeurtjes inbouwen of hele systemen omvergooien. Dan beloven wij dat we binnen 3 dagen reageren, het zo snel mogelijk fixen en jou de credits geven van kudos, dankjewel. 2013. Nou, daar was Nederland best wel trots op. Toen we EU-voorzitter waren, toen hebben we ook aan alle andere 26 lidstaten laten zien van nou, dit is hoe je dat doet. Responsible disclosure. 30 bedrijven die zeiden van nou, wij gaan er ook aan doen zelf. Onder andere ook Eneco, daar kom ik straks nog even op terug. En ik was er zelf heel blij mee, want ik had toen dat boek geschreven. Met 24 gevallen van responsible disclosure. Hacker vindt wat, wordt onthuld. Nou, de ene keer kreeg hij een baan, de andere keer een boete. Het liep nog wel uiteen. En toen zei het Nationale Cybersecurity Center, wij willen aan de rest van Europa wel laten zien hoe wij dat doen. Dus toen kon ik hem ook nog in het Engels uitbrengen en heel Europa insturen. Natuurlijk schaamteloze zelfpromotie, wat ik hier sta te doen. Maar het is even een bruggetje naar de man waar het uiteindelijk om ging vandaag. Victor Gevers. Toen ik begon met het boek, 2013, ontmoette ik hem al. 2018 was de laatste versie van het boek. En sindsdien ging het hard. Iedere keer als Victor weer dingen vond, dacht ik van, hoe dan? Zoveel. Echt massaal. En dan soms een lullig dingetje dat je denkt, hoe kom je erop? Mongo databases. Wie werkt er wel eens mee? Ja, sommige mensen. Nou, er was, ik denk, versie 2015. Als je dat ding downloadt en installeert, dan is die default gewoon open. Nou, als je dan met census, hè, dan kun je gewoon een query naartoe sturen van, laat even de database tabellen zien bijvoorbeeld. Hoef je niet eens te hacken. Het is gewoon een query naartoe, boom, krijg je terug. Dat heeft hij dus bij honderden duizenden databases gedaan. Ja, en wat doe je dan? Dan stuur je dus een automatische melding van, hey, kun je dat niet fixen? Maar dan krijg je dus ook mailtjes terug. Victor heeft inmiddels een Gmail inbox waarop staat 23 miljard ongelezen mails. Ik weet niet dat het kan met Jim, maar dat doet hij dus. Andere toepassing, cloud pads. Kon je gewoon via de cloud met zo'n pad kon je zelf gaan kijken wie zit er allemaal ingelogd en waar zitten ze. En wat is dan een cloud pad? Nou, dat is dus een schattig speelgoedbeestje en daar kun je mee praten. En die is online natuurlijk. Dus als jij hier zit en jouw kind zit thuis, dan kun je zeggen, hallo, papa is op het podium, kijk hoe goed papa het doet. Maar die kringen die werden dus ook gewoon massaal uitgedeeld bij de Amerikaanse Defensie. Dus dan kon je gewoon leuk kijken, waar zitten die gasten, waar hebben ze in het ogen? Dat soort dingen vindt Victor. Of nog een voorbeeld, een database met 1,3 miljard Chinese namen. Van vrouwen. Hun leeftijd, hun status en of ze breed ready waren. Wat? Nou ja, dat meldt hij dan. Dat wordt dan achter de schermen afgelost. En zover zijn we dan. Nou, de Victor is er een beetje bij vandaag. Zeg maar. We gaan nog even door met hem. Ik heb een aantal artikelen geschreven over hem. Wat ook wel echt een wapenfeit was. 2016. Toen heeft hij alle 366 dagen van dat jaar. Dat is een schrikkeljaar. Heeft hij 15 uur per dag alleen maar dit gedaan. Dus achter de computer zitten. Scannen. Ik vind wat.
ik disclose het. Nou, hoe hij dan te werk ging, dat kun je in dat artikel verder lezen. Bijvoorbeeld zijn MongoDB-database wordt daar een query tegenaan gegooid, al dat soort dingen. Shodan heeft hij ook heel veel gebruikt, alle machines die openstaan. En ja, dan moest hij af en toe ook even de hoortop natuurlijk. Want toen Nederland voorzitter was, 2016, gingen we vervolgens de wereld over met de Global Forum on Cyber Expertise. Nou, allemaal internationale bedrijven, overheden, veel kale mannen met hele grote stropdas en slecht Engels, komen dan samen om te praten over cyber. Cybersecurity is very important. Conflicten vervolgens het podium op. Gewoon met zijn zwart t-shirtje, klap zijn laptop open. Ja, ik heb gisteravond in het hotel even rondgekeken en het kasregister stond open. Ja, heb je? Dus dan zit je bij een internationale conferentie. Wat doe je de avond ervoor? Ga je heel veel zuipen, ga je porno kijken, al dat soort dingen. Het staat allemaal in de kast. Dus mensen, maar hij staat nu dicht. Ah, mooi. En hier in de buurt heb ik dit gevonden. Ja, het is het Hongaars. Kan iemand mij helpen? Waar in Budapest? Yeah, those are the older recipes of the Hungarian people from a big pharmaceutical company. Oops. But you do brute forcing? No, it's just open. But now it's closed. Ja, zo is Victor dan, weet je. Fast forward, 2017. We hadden het over responsible disclosure. Nou, wat is nou responsible, wat nou niet? We kwamen er niet uit. Dus dan hadden we het meer over van als je dan een kwetsbaarheid wil onthullen, moet je dat coördineren. In alle wijsheid dacht het Nationale Security Centrum van, wij noemen dat Coordinated Vulnerability Disclosure. Een beetje een tongbrekertje, maar CVD is ook nog een beetje verwarrend met CVE. Nou ja, goed, dat is het nu geworden. Coordinated Vulnerability Disclosure. Maar semantisch klopt het wel. Het is niet een hacker die verantwoordelijk moet zijn. Het is ook de organisatie die het krijgt. Het zijn ook de mensen die in het netwerk zitten, die met dezelfde kwetsbaarheid zitten. Het zijn ook de leveranciers. Je moet eigenlijk binnen een netwerk coördineren hoe je een kwetsbaarheid naar buiten brengt. En daar gaat de nieuwe richtlijn over. Vooral ook met meer begrip voor de hackers, wilde het NCSC. Dus daarom staat deze charmante jongen op de voorpagina. I hacked the Dutch government and all I got was this lousy t-shirt. Grappig. Het is overigens Sawadi Donen. Want toen die richtlijn uitkwam, zei ik, nou, als je het nou echt willen doen, doen we dit. Boom. Portretten van hackers, gewoon midden op die grote NCSC One-conferentie. Zitten ook hackers bij, als Edwin van Andel, die toen de NCSC net begonnen was, een schaduwconferentie hadden georganiseerd van, ja, wij zijn niet uitgenodigd. Hoe cool is het dat je dan gewoon midden op die security-conferentie daar staat. Samen met Tobias Groenland, daar staat hij, hebben we dus 16 hackers geportretteerd en gewoon, boom, midden in het congres gezet. World Forum, super beveiligd. Ik kon niet laten om te zeggen dat we daar 500 kilo stijgerbuis naar binnen hebben gesleept en niemand dat gecontroleerd had. Dus met de grap, hoe krijg je 500 kilo explosieven binnen een zwaar beveiligde conferentie? Heb ik ook een vulnerability disclosure gedaan. Cool. Goed. Kun je allemaal nog nalezen online? En ja, er zitten soms ook meisjes bij. En ja, ze hebben niet altijd een baard en een bril. 99% van de gevallen wel, helaas. Dus zit hier vrouwen die in de security willen? Kom maar bij, je wordt op handen gedragen. We hebben je nodig. Maar dat terzijde. Want informatiebeveiliging is eigenlijk een heel open wereld. Dat is wat ik hiermee wil zeggen. Je denkt, informatiebeveiliging, geheimzinnig, macht, vooral overheid, dingen. Nee, die werken heel goed met elkaar samen. Dat moet ook wel, omdat die kennis zo snel verandert. Kun je niet zeggen van, dit is van mij. Je moet geven en nemen. En ook een beetje begrip hebben voor elkaar. Zeker ook voor de hackers. Nou, en dan zou je denken, die securitybedrijven zijn er helemaal niet blij mee. Want ja, eigenlijk doen die hackers gewoon gratis pentesten, gratis advies. Nee hoor, securitybedrijven vinden dat ook goed. Die snappen ook wel dat er altijd wel wat te vinden is. Dus daarom heeft de brancheorganisatie, Cyberveilig Nederland, ook een richtlijn uitgebracht van, hoe doe je dat nou? Nou, dit is even belangrijk voor jullie. Je kan het nog downloaden en verder kijken. Jullie zitten bij een IT-afdeling, hè? Als jullie nou morgen, of nou, morgen zondag, maandag weer aan het werk gaan, check dit. Er komt een melding binnen bij jullie. Wat gebeurt er dan? Waarschijnlijk niet. Nou, als je deze 6 stappen volgt, lukt het wel. Zorg ervoor dat bij het management er ook een beetje commitment voor is. Dat als er een melding binnenkomt, dat ze ook toestemming geven om dat af te handelen. Inventariseer je IT. Heel veel bedrijven zeggen van ja, maar dat hebben wij besteed aan een goede leverancier, dus dat komt wel goed. Nee, er staat altijd wel iets bij jullie. En er is altijd wel iets van een andere leverancier. En er is altijd wel legacy wat in het verleden is geïnstalleerd door iemand die al lang weg is. Er zit altijd wel wat. En als ergens binnenkomen, dan zijn ze ook binnen. Besluit of je dat zelf wil doen of uitbesteden. Ik heb het ook zelf gedaan. Pagina, responsible disclosure. No, we don't provide bug bounty. In India, Pakistan en Rusland zitten heel veel jongeren die googelen gewoon op bug bounty en responsible disclosure.
knal er een scanner tegenaan en geef je 100 reports van vulnerability, bug bounty please. Ja, dat schiet ook niet op natuurlijk. Dus nu heb ik het gewoon in het Nederlands staan. Ben je een groot bedrijf, wil je wel internationaal aandacht, dan zou je kunnen overwegen dat je de triage, zoals dat heet, beoordelen van meldingen, dat je dat overlaat aan een gespecialiseerd bedrijf. HackerOne, ZeroCopt, zo zijn er nog meer die dat voor je kunnen doen. Leuke tekst er online. En test en blijf testen. Begin gewoon met een proefmeldingetje. Dan een zwaarder. Kijk hoe de back-office zich eromheen organiseert. En ja, je kunt gaan met je gratis advies. Hartstikke mooi. Oh ja, Cyberveilig Nederland heeft ook nog het cyberwoordenboek uitgebracht. Hè? Cyber de cyber, het is al vaak gezegd vandaag. Wat is dat nou, cyber? Ze hebben 600 termen hierin die allemaal IT-security-achtig zijn. En jullie misschien ook wel kunnen helpen met uitleg aan je baas. Wat is dat nou? Daarbij wil ik zeggen dat de meest waardevolle kennis in cybersecurity is gewoon gratis. Nou, en dan komt altijd achteraf iemand naar me toe die zegt van, ik wil ook leren hacken, waar moet ik beginnen? Nou hier, Kali Linux, downloaden, plug and play, gaan. Wie gebruikt wel eens Kali Linux? Kijk, hartstikke mooi. Ja, hier zijn 300 tools en zo. Nou ja, je moet wel next level gaan. Als je bij de OCP ook nog je certificaat wil halen, dan is het best wel try harder. Hè? Het is niet eens zo makkelijk. Voor de meeste mensen is het echt een stap te ver. Dus dan zeg ik, nou, dan kun je mee beginnen. Van Bean Pwned. Je hebt het wel eens gebruikt? Slag, hè? Ja, tuurlijk. Iedereen zit er wel in. Nou, dan kunnen we snel erheen. Is natuurlijk wel leuk. Dropbox, LinkedIn, Ashley Madison, vreemdgangerswebsite. Dat iemand er überhaupt in staat. Ja, dat is op zich wel een finding natuurlijk. Maar goed, dat is flauw. Dat doen jullie niet natuurlijk. Next Level Shodan, wie gebruikt dat wel eens? Ja, kikken. Voor de mensen die dat niet gebruiken. Alle machines die aan het internet hangen, worden continu geïndexeerd door Shodan. Versie erbij, IP-adres, waar het staat. Hartstikke leuk. Kun je zo vinden. Bijvoorbeeld dit. Dit is een SCADA-systeem. Hè? Supervisory Control and Data Acquisition. Dus een apparaat wat draait. In dit geval een pomp. Daar geef je een mooie grafische weergave van. Wat de druk is. Regeltjes, dingetjes erbij en zo. Knopjes aan en uit. Die staat dus gewoon online. Nou, dit is een pomp in Veren. En het inlogscherm, daar staat dus geen gebruikersnaam, alleen maar een wachtwoord. Wat is het wachtwoord? Ja, Veren. Kijk, na 3 keer zijn we er al in. Veren, hartstikke goed. Nou, dan zie je dit. En deze meneer die had dat dus gevonden. En die dacht, nou, ik bel eens even met de gemeente Veren. Nou, dan krijg je een systeembeheerder aan de lijn die zegt, nee, het is hartstikke veilig, staat niet online. Ja, maar ik zie het hier toch voor me. Nee, het is hartstikke veilig, we hebben niks online. Ja, moet ik hem anders uitzetten? Nee, dat moet je helemaal niet doen. Maar ja, dat ding pompte dus het water naar de goede kant van de dijk. En als je dat dus omgekeerd, ja, dat is best wel ernstig. Dus Oscar naar 1 vandaag. Netjes gemeld bij een journalist. En ja, dan komt natuurlijk ineens de burgemeester met een ambtsketting vertellen dat veiligheid de allerhoogste prioriteit is in Veren. Soms moet je gewoon eventjes te hard ingaan. Ja. Nou ja, hier nog een paar tooltjes. Census en mappen, jullie kennen ze allemaal wel. Voor mensen die niet in de techniek zitten, die beginnen nu al van, oh, ga gewoon een keertje online, probeer eens even wat. Niet te ver, geen dingen omgooien. Maar dan krijg je een beetje een gevoel hoe dat werkt. En het is dus gewoon allemaal gratis. Er zijn heel veel vrijwilligers die dat continu doen. De overheid ook, helpt ons ook nog een handje. Internet.nl. Dus ooit is bedacht van de overheid moet veilig zijn. Dus we hebben een hele lijst met dingen. Je moet je DNSSEC aan hebben staan, je TLS moet goed zijn, bla bla bla. Daar moet je aan voldoen. Hackers kunnen dat natuurlijk omkeren. Dus als je deze scanner niet voor jezelf gebruikt, maar gewoon ombouwt en al die factoren in een scan over heel Nederland laat gaan, dan kun je dus kaart maken van welke gemeenten in Nederland het meest kwetsbaar zijn. En dat is precies wat Elge Jonker heeft gedaan met faalkaart. Dus je scant continu op bekende kwetsbaarheden. Je ziet hier een aantal staan. Je DNSSEC heb je niet geïmplementeerd. Cross-site scripting dingen, je headers, nou, al dat soort dingen. Beetje laaghangend fruit, maar daar maakt hij dus een getalletje mee en een kleurtje per gemeente. En dan denkt u misschien van, nou, dat willen die gemeentes helemaal niet. Ze vinden het geweldig. Ook de IBD, de Informatiebeveiligingsdienst voor de Nederlandse gemeente. Want dit is voor hun eigenlijk gewoon een gratis benchmark. Om te laten zien van, hé, er is wat werk te doen. Sterker nog, als Elger een gemeente ziet die rood kleurt, dan ziet hij in zijn scan dat ze als de sodemieter gaan werken om weer groen te worden. Helemaal voor niets. Heb je helemaal geen duur IT-bedrijf voor nodig.
Werk je bij een gemeente? Kijk even zelf hoe je kleurt. Hè? Dan zie je ook wat je nog kan oplossen. Ja, oké. Okay. Goed. Nou, Elgis is net als Victor een van mijn helden. Want hij is ook de man achter SHA. Dat was in 2017. Was dat een hackerskamp in Zeewolde. 4000 mensen. Gingen helemaal los. Gewoon een leeg grasveld zetten we dan zootje serverruimte neer. Oude veldtelefoon, soldeerworkshop. Tuurlijk CTF'en. En toen kwam de brandweer langs. En die werd natuurlijk ook gehackt. En een van de modems staan waar we zo in konden. Dus die konden in één keer alle brandweer oproepen. Daar kwam wel de burgemeester meteen vertellen van... nou, dank jullie wel, we gaan het fixen. Leuk, hè? Nou, en mochten jullie echt erin willen, ga naar zo'n kamp toe. Het is echt vet. We zijn nu bezig met 2021. Hier zie je hoeveel vrijwilligers daar werken. Van de 4000 mensen zijn ongeveer 1500 zijn vrijwilligers. Waardoor je voor €150 gewoon een week lang helemaal los kan gaan. Top entertainment, top technologie, top talks. Hartstikke mooi. Dat zijn dus ook die hackers, hè? Dat zijn niet alleen die puisterige nerds die alleen op de zolderkamer zitten. Nee, als ze bij elkaar komen, ik garandeer je, nerds hebben de beste feestjes. Absoluut. En wie gaat naar dit toe? Chaos Computer Club? Iemand? Jij ook niet, hè? Oh, misschien. Oké. Okay. De Chaos Computer Club. Dat is een verzameling van alle Duitse hackerspaces. Die gaan ieder jaar tussen kerst en oud en nieuw. Gaan ze met 15, 16, 17.000 mensen in een congreszaal zitten. Maakt het allersnelste internet ter wereld. Alleen maar talks over maken, breken, bespreken. Al dat soort dingen. Super vet. Hier zie je ook SCADA-systemen worden gehackt. Ze hebben veel kunst, robotica. Ook heel veel oude shit die ze dan weer opkalefateren. Hele grote workspaces. Ja, en ook gewoon allemaal vrijwilligers die hun lol doen. 5000 zijn vrijwilligers, dus ongeveer een derde, met een ticketing systeem. En dat gaat van dat netwerk neerleggen, shows bouwen, tot en met kauwgom van de grond krabben aan het einde en alles is weg. Ja, dat verwacht je niet bij nerds, hè? Maar natuurlijk ook een hoop serieuze dingen. Hè? Wifi-spoofing, wie heeft dat nog nooit gedaan? Nou, dat is natuurlijk leuk, hè? Je maakt een wifi aan, je geeft een grappige naam en loggen mensen dan op in. Maar ja, het is natuurlijk next level, hè? Dat je er gewoon een rickroll van maakt. Dus je hebt gewoon een aantal wifi-punten. En dan never gonna give you up, never gonna... Dat is wel grappig, hè? Ja. Dus nou goed, doe je dan één keer en dan is het gebeurd. Dit is wel echt next level. Omdat ze het snelste internet ter wereld hebben daar ter plekke, zeggen ze steeds, use more bandwidth. Want ze willen natuurlijk kijken hoe goed dat ding performt, hè? Maar hier is dus een kerel, die zit 5 gigabits per seconde te uploaden. Nou, ik weet niet of je netwerkmensen zitten, maar dat is tering veel. 24 uur lang. Dus ze zaten daar bij het Network Operations Center. Van, ja, wat is dit, weet je? Is iemand high definition aan het uploaden? Of een of andere DOS, DDoS aan het testen of wat dan ook? Totdat iemand zei, er zit een patroon in. Hè, we zitten hier bij de CCC, de 35e editie. Hè, dat is dus 35C3, noemen we dat. Dat staat hier in morsecode. Dus er zit iemand 24 uur achter elkaar, tering veel data te uploaden om dit te bereiken. En waarom? Omdat het kan, precies, omdat het kan. Dat is het standaard. Dus we hebben gelukkig één hacker in de zaal. Goed zo. Nou, ook wel serieuze dingen. Hè? NotPetya, we hebben het allemaal mee mogen maken in Rotterdam. Ik kom zelf uit Rotterdam, dat hoor je inmiddels wel. En dan natuurlijk dat Maersk plat ging met NotPetya. Oh shit, ja, weet je wel, foutje erin en zo. En nou, alles versleuteld. Grote ellende. €300 miljoen schade. En wat schetst mijn verbazing? Op de CCC staat hier, dat is gewoon een webdeveloper... NotPetya te reverse engineeren. Had zich laten besmet. Nou, het Samba-algoritme. Normaal als je dat goed doet, heb je ontzettend veel mogelijkheden om te decrypten. Kom je niet meer bij. Hadden ze er ook foutjes in gemaakt, de criminelen. Bleek eigenlijk heel simpel te zijn, het ontsleutelen daarvan. Dus hier heeft hij echt op hexadump niveau heeft hij het ontsleuteld. Dus ik dacht, nou, dat kan niet waar zijn. Dus in die grote zaal vroeg ik zo voorzichtig van... Hi, I'm Chris. I'm from Rotterdam. Iedereen meteen lachen natuurlijk. If you were there... Could you have helped me to get all this stuff online again? Ja, zegt hij. Why didn't you call them? Ja, vond hij niet zo interessant. Nou, mocht het u overkomen, ga naar nomoreransom.org. Daar zie je alle decryptiesleutels gewoon inmiddels online staan. Veel beter. Goed, terug in Nederland. Als er dus zoveel potentie is, hè, in die hackers scene, al die creativiteit, al dat kapot maken om dingen te verbeteren, dan kun je daar ook gebruik van maken. Je zag net al de slide met die 30 organisaties die zeiden van wij in Nederland gaan coördinated vulnerability disclosure doen. Eén daarvan was Eneco. En Eneco die heeft de Toon. Wie heeft de Toon thuis? De slimme thermostaat? Nou ja, u en nog 400.000 Nederlanders.
Want ik vroeg aan hun, van wat is je ergste nachtmerrie? Ja, dat het toonlek is. Ik zei, nou, weet je wat, dan regel ik wat hackers, een stuk of 40. En dan gaan we dat ding testen en dan noemen we het Game of Tones. Nou, dan bleek de CISO toevallig grote fan van Game of Thrones. En zei, ja, dat gaan we doen. Dus die had de hele organisatie er klaar voor. Ik zei, ja, je moet die hackers wel wat geven. Hè. Dus ze kregen gewoon de firmware, ze kregen allerlei apparaten. Ze konden eigenlijk alles doen wat ze maar wilden. En zijn de hele dag losgegaan op de toon. Ze konden 3 prijzen winnen. De most dangerous hack, dus de meest gevaarlijke. De most sophisticated hack, dus de meest ingewikkelde. En de weirdest hack, zo'n hack waarvan je denkt van, hoe kom je erop? Nou, dit waren de winnaars. Deze hier herkent u waarschijnlijk wel. Rick van Duin en Wesley Nijlen. Die hadden dus de most dangerous hack. Nou, die konden dus via je browser met een cross-site scriptie en een cross-site request forgery, konden ze dus met die toon praten. Dus als je bij hun op de website kwam, dan konden ze via jouw browser naar die toon en natuurlijk leuke grappen uithalen. Dat was echt de most dangerous hack. Als het goed is, inmiddels gefixt. Is er een most techie hack? Ja, wat dat precies, weet ik niet. Daarom was het ook de most techie hack. Maar dat was dus een hogeschool. Ook hartstikke leuk. Studenten deden ook mee. Toen hadden we dus de weirdest hack. Het had ik even een probleem als presentator. He, dit is mijn praatprogramma waar we met hackers steeds leuke dingen doen. En dan roep ik van, nou, de winnaar van de most dangerous hack, de Deerbyte was het toen, Rick en Wesley. Maar ja, bij de weirdest hack was het dus Team Sesamstraat. Die wilde anoniem blijven. Dus ik denk, ja, ik roep maar gewoon om, hè. Inimini-pien en, Team Sesamstraat. Schets mijn verbazing. Wie komt er het podium op? Wie herkent haar? Ja, Inimini. Nee, Patricia Zorko, de plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. De toon was dus gehackt door het NCSC. Cool. Ja, dat vond ik heel even gaaf, dat gewoon de staatshackers erbij waren. Dat gaf me gelijk ook wel een probleem. Want wat zij hadden gedaan, dat was wel echt heel fundamenteel. Zelfs zo erg, de toon was niet te fixen. Ja, wat doe je dan? We hebben heel lang over gepraat. We wilden eigenlijk op de CCC een talk doen. Van nou, hey, 400.000 gebruikers zijn zo lekker als een mandje. Hebben we toch niet gedaan. Dan moet je eigenlijk als, ja, dat is misschien het ethische kompas wat in het begin werd gezegd. We kunnen wel op de borst timmeren en zeggen van, cool dat we dat hebben gedaan. Maar ja, als die mensen niet gefixt kunnen worden, moet je dat dus niet onthullen. Dus dit is ook helemaal uit de media gebleven. Ja, sorry Huip, je had een hele mooie scoop gehad. Maar dat is dus niet gebeurd. U kunt wel de video's terugzien. Alles is onder Creative Commons. En de bassist van onze band die kon ook nog even leuke grappen uithalen met de toon. Gezellig. Goed. Maar het is dus eigenlijk wel mooi om van die hackers gebruik te maken. Dat creatieve potentieel. En als er toch één gemeente is in Nederland die dat heel goed heeft begrepen, is het wel Den Haag. 2017 waren we al begonnen. We zeiden gewoon, jongens, kom langs. Den Haag.nl, ga maar los. Geldprijzen, scoping, fantastisch. Jullie mogen gewoon midden in het stadhuis staan. Rick en Wesley waren er natuurlijk ook weer bij. Waar zitten jullie? Erbij? Oh ja, zit erachter. Nou, de eerste editie was een beetje flauw. Hè? Er was eigenlijk gewoon heel weinig te vinden. Dus we hebben een paar prijzen uitgereikt. Nou, toeledokie. 2018, toen ging hem echt los. Want zoals iedere organisatie is het niet alleen de gemeente, maar ook heel veel leveranciers die spullen aanleveren. En die hebben ze dus ook meegekregen. En ze hebben de scoping veel verder verbreed en hadden de hackers dus in 1 dag tijd 62 kwetsbaarheden gevonden, waarvan 10 zwaar. Eentje daarvan bleek zelfs niet alleen in Den Haag te zitten, maar ook bij andere gemeentes en ook wereldwijd. En toen hebben ze dus die leverancier onder druk gezet van, wij gaan disclosen als gemeente als jullie niet snel fixen. Dus er is een wereldwijde patch is eruit gerold van iets heel essentieels bij gemeentes. Een printer, dat mag ik dan wel zeggen. En dat is ook volkomen ontgaan. Door dit soort evenementen zorgen hackers ervoor dat de dingen veiliger worden en er dus niet in de media komen. Supercool. En ze krijgen natuurlijk kikke prijzen. 500.000 of 2.000 euro. En Rick en Wes staan hier ook weer bij. Ja, staan ze achterin. 3 edities op rij hebben ze gewonnen. Echte serial winners. Maar ook heel veel anderen die daar wonnen. Ja, alleen de dag daarna werd Rashid helaas opgepakt. En nou ja, goed, dat is weer een heel ander verhaal. Dat is misschien wel grappig om te vertellen. Die Rijksrecherche die deed dus dinsdagochtend een inval. Omdat groep De Mos die bleek dus corrupt te zijn. Ik vermoed dat de politie echt wel even heeft gekeken van, oh, zullen we maandag maar niet doen.
komt de Rijksrecherche naar binnen stormen. En er zitten daar dus 92 hackers in de raadzaal en in het gemeentehuis. Ik weet niet wat er dan gebeurd was. Dus dat was de dinsdag daarna. Wij blij, want we hadden een kikke event. En volgend jaar weer met een andere wethouder. Dat dan weer wel. Ja, goed. Daarmee wil ik zeggen, je bent pas veilig als je goed gehackt bent. En zeker voor jullie IT'ers, ik hoop dat het echt tussen je oren zit. Sta ervoor open. Laat je kwetsbaarheden aftasten. Stel je kwetsbaar op. En dan kom ik ook bij het laatste proefballonnetje wat ik jullie beloofd had. En dat was? Ja, kijk, dat onthouden mensen altijd het beste, inderdaad. Ja, gratis taart voor iedereen. Kijk, als je op een kantoor werkt en mensen laten hun computer gewoon steeds openstaan, unlocked, daar kunnen kwaadwillende mensen achter. De meest simpele responsible disclosure is gewoon dat je met elkaar afspreekt. Je mag dan achter de computer zitten. Je opent de e-mail en je zegt, gratis taart voor iedereen. Dan ben je er zo vanaf. Nou ja, om al dat soort dingen dus een beetje beter te begeleiden en dat niet iedereen elkaar gaat lopen hacken, hebben we dus nu Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Om ervoor te zorgen dat A, hackers een plek hebben waar ze terecht kunnen, serieus genomen worden. Maar B, de mensen die de meldingen krijgen ook wel iets serieus krijgen en geen flauwekul. We zijn nog maar net opgericht, dus ga niet meteen al je kwetsbaarheden melden bij mij. Want we hebben nog een hele backlog van Victor die we nog moeten afhandelen. Maar coming to you soon. Goed. Ik kom tot een conclusie. En dat is deze. En ik denk dat dat voor jullie misschien nog wel de kern is van het verhaal. Dat hebben jullie voor kunnen zien bij Rick en Wesley. Hackers zien de dingen anders dan anderen. Kijk, jullie maken websites, andere informatiesystemen. Jullie hebben het ook druk. Jullie hebben je targets, beperkte middelen, beperkte mensen. En je gaat kopiëren en plakken. Net zolang dat het werkt. Test eroverheen, nog een testen. Ja, hij doet het. Hij doet het. Vervolgens ga je testen op de gebruikers. Dat zijn ook maar gewone mensen. Dan zeg je, ga naar de website. Hè, vul de URL in. Vul je naam in. Betaal, klik, like, wegwezen. Hackers die doen dat niet. Hackers die gaan naar die URL en denken, oh, typ er wat achter. Die klikken niet op A, B, C of D, maar die kijken of X, Y of Z er ook is. Of die gaan 100.000 keer klikken op die knop. Waarom? Om te kijken wat er gebeurt. Nou, en inderdaad, als je bij het tekstvakje ineens een stukje code in, hey, er gebeurt iets grappigs, iets vreemds. En dan denken ze, verdomd, ik zie een patroon. En inderdaad, hebbes. En dat is waarom hackers dat doen. Gewoon omdat het kan. Om slimmer te zijn dan die anderen. Om gewoon de puzzel op te lossen. Gewoon de uitdaging van, hey, als ik het kan, zou een kwaadwillende dat ook. Maar wat nu? Ja. En dan hoop ik dat als iemand dat doet en bij jullie meldt, dat jullie ervoor openstaan. En ik hoop bovenal dat als iemand dat doet, dat het iemand is die aan de goede kant staat. Dus mijn oproep aan jullie is, help ons, hackers, jullie te helpen om samen het internet weer een stukje veilig te maken. Dank jullie wel. Awesome.